Toen ik 12 was, heb ik een keer mijn huis half laten afvikken. Per ongeluk. Althans, per ongeluk. Mijn vader wilde mijn moeder weer eens in elkaar slaan, omdat ze cadeautjes had gekocht voor mijn broer, mijn zus en mij. En we hadden thuis niet heel erg breed en mijn vader spendeerde dat geld liever aan drank. Dus nou gebeurde dat bij ons thuis wel vaak, alleen deze keer knapte er iets bij mij. Dus ik weet het niet, ik kon het gewoon niet laten gebeuren. Dus ik heb hem aangevallen, ik heb hem een duw gegeven, hij was al lam, dus hij laas het achterover in de kerstboom. En daar zaten van die echte kaarsjes in, weet je wel. Dus het huis vatte vlam. En nog diezelfde avond heeft de jeugdzorg, die al op de hoogte was van de problemen bij ons thuis, ons daar weggehaald en iedereen in een apart pleeggezin geplaatst. En mijn moeder bleef alleen achter. Met die